Wat betekent jouw voornaam eigenlijk, Sasha? Shazia. Shazia, wat betekent dat? Het schijnt iets heel romantisch te betekenen als zingende vogel. Shazia Morali werd in 1988 getest op haar journalistieke kwaliteiten in het programma Screen Test. Zij verloor, maar keerde in 1991 terug op de buis als presentatrice en verslaggeefster van serieuze programma's als Binnenland, Hier en Nu en Netwerk. Shazia is ook in voor het lichtere televisiewerk. Al in 1995 ontvangt zij als een echte showmaster haar gasten in de Sollicitatieshow. En in 1998 is zij de rechtvaardige en vriendelijke quizleidster in Denkwijze. Maar vanaf 6 mei is zij meedogenloos in De Zwakste Schakel, een nieuwe spraakmakende kennisquiz. Van de NCRV. Jij bent met 5 stemmen De Zwakste Schakel. Tot ziens. En ze is hier, Shazia Morali. Nog 6 mei, iedere vrijdag en iedere zondag, hè, bij RTL 4, De Zwakste Schakel. En het is een Engels programma, The Weakest Link. Ja. Had je er al van gehoord voordat je het voordat je wist dat je het ging doen? Ja. Ja, want het was wel heel populair. Sterker nog, gekeken al. Echt waar? Ja. Wat vond je ervan? Ik vond het natuurlijk goed, anders ga je het niet doen. Maar had je zoiets van, is iets voor mij ook? Ja, ik vond het zeer amusant. Ja. Wat vind je er zo leuk aan? Dat het een programma is dat eigenlijk niet kan. Oh? Voor de mensen die het nog nooit gezien hebben, wat kan er in Engeland eigenlijk niet? Wat maakt het programma daar zo populair? Het is een presentatrice die om te beginnen een oudere dame is. Mm-hmm. Een strenge oudere dame. En ik geloof dat we op het moment de neiging hebben om vooral veel met presentatrices te werken die jong en vrolijk zijn. Dat vind ik al prachtig. Het is bovendien een vrij uitgesproken oudere dame die in glossy bladen poseert met een klein karwatsje. Dat vind ik ook plezierig. Mm-hmm. Dat zijn allemaal vrij niet erg voor de hand liggende dingen. Kortom, ze is een bitch. Nee, het is subtieler dan dat. Ja? Het is niet iemand die zomaar mensen afkat. Het is een programma vol schijnbewegingen, vol understatements, ja, vol... Ze is razendsnel. Ze weet echt onmiddellijk de weerwoordje te geven. Mm-hmm. En Robertson is 57 jaar. Ziet er heel anders eigenlijk uit dan jij. Gelukkig ouder, maar. Een brillen, blij mee. Weet ik veel wat allemaal. Maar is het wel jouw opdracht om het programma net als haar te presenteren? Het is mijn opdracht om het te presenteren als Shazia Morali. En dat vind ik een heel plezierige opdracht. Maar zit jij nou als Shazia Morali? Want je bent nu in het zwart. Het is ook de bedoeling dat je het programma in het zwart gaat doen. Waarom eigenlijk? Ik had hiervoor ook wel eens iets zwarts aan, hoor. Ja, maar je bent hier nou toch een beetje omdat je zit hier omdat je het programma binnenkort gaat doen. Dus die dag vanmorgen, ik ga het, dat programma doen. Daar ga ik over vertellen. Dus ik ga er zo uitzien. Ja, en dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja, maar ik... Het is, ja, want ik vraag me dan zo af, wat willen ze nou? Willen wie ze nou dat ze? Je jezelf, ze, de programmamakers bij RTL 4, willen ze nou dat jij jezelf bent of willen ze dat je heel erg naar die mevrouw in Engeland kijkt en de nadoet? Ik denk dat het antwoord heel simpel is. Het een sluit het ander niet uit. Mm-hmm. Ik was met een vriend van mij die inmiddels ook bij het programma gaat werken, een zeer verstandig iemand. Nou, professioneel heel belangrijk ook. En we waren wat aan het delibereren over de vorm en de toon. Dat doe ik met haar ook altijd, delibereren. Precies. Altijd delibereren. Zaterdagmiddag. En ik zei, nou ja, als ik maar gewoon mezelf ben, dan komt het toch goed. En toen antwoordde hij, nou, jouw persoonlijkheid is uit zoveel facetten opgebouwd, dat lijkt me een onvoldoende antwoord. Mm-hmm. Ik denk dat iedereen meerdere facetten van zijn persoonlijkheid heeft. Ik kan me momenten voorstellen waar jij iets minder vriendelijk bent dan hier. Of waar jij veel vriendelijker of veel rustiger bent dan hier. Ja, ik begrijp de ondertoon. Dus jij pakt zeg maar van jezelf het bozige, of het bozige niet, je pakt van jezelf het pittige en gedeelte wat een beetje toch op haar lijkt. Want we hebben even twee stukjes naast elkaar. Jij hebt al iets van een proefopname gemaakt. Ja, ja? Ik heb geoefend. Je hebt geoefend, een oefendag. En dat was hebben... ook in Engeland, was ja, dat ook? Ja, was en Londen. Mag ik vragen, even kort, je hebt les van haar gehad ook? Van haar team, ja, niet van haar persoonlijk. Zij was aan het werken en haar team heeft ons, ik was met een heel team van ons weer, ja. De filosofie van het programma bijgebracht. De kleine kneepjes van het vak. Ja. Ja. Zullen we kijken naar een soort compilatie hoe jij het doet en hoe zij het doet? Het is zij bijna... Het, en zij was echt. Zo zat hetzelfde. Het, laat maar zien. Ja, want anders is het weer verwacht. Welcome to the Weakest Link. We spelen
Zwakste schakel. Start de klok. Time is up. Een van jullie gaat dadelijk met niets naar huis. Wie is volgens jullie de zwakste schakel? It's time to boot off. The weakest link. Team is onverbiddelijk. Jij bent met 5 stemmen de zwakste schakel. Tot ziens. Time's up. Pretty disastrous that round. En wat wil je worden als je groot bent? Dwight! Je hebt een vraag op beantwoord. Join us again for the weakest link. Bye. Het is wel grappig ja, hoor. Het is ik, wel vind het, ik vind het namelijk dat je het hartstikke goed doet. Ik vind eigenlijk, ja, het is de kracht van dat programma echt. Dat je het een beetje bitchy doet. Ik vind het leuk. Pittig. Toch is het. Maar precies... ben je niet een beetje bang dat het een toneelstukje wordt? Want je moet natuurlijk, dat doet zij ook in Engeland, je moet het steeds meer opbouwen. Op een gegeven moment weten we wel dat je kan zeggen goodbye, tot ziens. Hup, je moet steeds het erger maken, wil het gaat gaan leven. Ben je niet bang dat je dan op een gegeven moment een soort van parodie wordt op iets? Echt theater is nooit een toneelstukje. Misschien moeten we daar naar tot ziens. Streven. Echt theater is... Echt theater is nooit een toneelstukje. Het kan best zijn dat het op een gegeven moment wat theatrale elementen gaat bevatten. Dat sluit ik niet uit. Want het is waar wat jij zegt. Dat je ziet in Engeland ook dat de contestants, de spelers, worden steeds brutaler. Mm-hmm. Ja, we zullen zien hoe we daarmee omgaan. Hoeveel heb je er al gedaan? Nog niet, je hebt alleen een paar keer. Dit was een oefening. Hoe vaak heb je die al teruggekeken? Een paar keer. En wat vind je van jezelf, als je het ziet? Dat ik de komende weken nog heel hard ga werken. Maar je hebt wel de uitstraling, ik vind het wel heel leuk. Echt waar. Ja, ja, ja. Ik heb je bij AT5 gezien, want daar, dat is Amsterdamse zender, daar doe je ook interviews en zo. En ik denk echt dat het een goede keuze is dat je dat doet. En zeg niet om te slijmen omdat je nu een zwarte pak hebt en een zweep. Nee. Ik denk dat het echt goed is. Die zweep heb ik niet eens. Die fantasie erbij. Kan je nagaan, het werkt wel dus. De fantasie, ja, natuurlijk. Wat ik nog wel even wil weten. Kijk, het is eigenlijk, ja, het is een aparte manier van presenteren. Mm-hmm. Maar het blijft een quiz. Hè? Ja. Nou ben je journalist, schrijft columns en zo. En serieuze programma's gedaan. Hoe vinden al jouw oud-collega's en collega's journalisten dat je dan nu een quizje gaat presenteren? Voor RTL 4 ook nog eens. Nou, ik ga jullie iets heel ergs vertellen. Nou, jullie hebben niet zo'n slechte naam, hoor. Nee. Echt waar, niet. Ja, iedereen vindt het enig. Over jullie, over RTL 4. Nee, maar iedereen vindt het enig. Ja, als we maar niet hardop hoeven te zeggen. Nee. In de jaren met een Volkskrant onder een arm. Nee hoor, dat valt ook reuze mee. Dat zeg je, dat je postmodern bent, dat je high en low culture combineert, is er niets aan de hand. Dan is het goed. Oké. Okay. Wil jij nog wat kandidaten voor de Weakest Link, oftewel de zwakste schakel? Of heb je er genoeg? Nou, als er mensen zijn die zich willen opgeven en die, die kunnen na nu niet terugdeinzen. Ja, die kunnen naar postbus 15.300. Hartstikke leuk, dames en heren. Bekje af. LV in Hilversum. Wat zeg je nou? Nou, je wordt lekker afgebekt ook in het programma natuurlijk ook. Je moet de humor ervan inzien, toch? Ja. Dat is het toch ook een beetje. En je moet ook een beetje brutaal tegen jou zijn en dan moet jij weer boom erbovenop. Ja. Hoeveel ga je er doen van de zwakste schakel? In de zomer begint het, hè? In mei. 6 mei begint het. Ja. Hoeveel? Ja. Dat zal van het publiek afhangen. Dat is toch een commerciële omroep? Heb je een contract van een jaar getekend, of wat dan ook? Daar wordt nog druk over onderhandeld. Je moet wel hoor. Het is een personality show. Zonder jou kan het dan niet. Nou, oké. Okay. Dank je. Alsjeblieft. Idee. Vanaf 6 mei de zwakste schakel. Ga jij kijken hoe het met stoeltjes? Ja, doe jij leuk de Weakest Link. Dan doe ik leuk even de metamorfose. Okay. Je bent jaloers. Ja, ik ben jaloers. Je bent jaloers. Nou, we zien. Nou, kijk eens hoe dat opgeknapt is. Even, is het nog nat? Zullen we even gaan zitten met z'n tweeën? Ja, dat lukt wel. Het is een beetje nat. Ik ga bijna door het stoeltje heen. Mag ik dat zeggen? Oh. Nee, ik heb het goed. Nou, ik weet niet wat er gebeurt hier. Oh, ik zak er een beetje dieper in. We zakken er een beetje doorheen. Ik ga eens even kijken. Weet jij nog wie het is? Wie we aan de lijn hebben? Marcella? Ja. Hallo? Ja. Daar ben je, Marcella. Marcella was het, hè? Ja, Marcella. Ik was het even kwijt, sorry. Maar zak je er nou doorheen? Nou, ik wil niet veel zeggen. Maar ik had van de week had ik een trui en daar is een gat in gebrand. En nu bleek dit stoeltje nog niet helemaal afgeverfd. Toch nat. Ik wil even niet veel zeggen, maar daar heb ik wel de kleur in. Mag ik dat zeggen even? Het is nou de tweede keer dat mijn shirtje dus helemaal naar... Nou, zie je dit leuke stoeltje? Ja, ik zie hij is heel leuk. Wat dacht je ervan? Wil jij het kopen? Ja, ik koop het terug, want ik moet zeggen dat ik het heel leuk vind en ik heb een mooi plekje.
op de kinderkamer, dus dit doe hem, ik koop hem terug. Ja, nou, je krijgt mijn trui erbij. Hoeveel? We gaan er een leuk bedragje van maken. Ik zeg het wel, maar wat moet het kosten? Dat ga ik persoonlijk bedenken met deze trui erbij. 300 gulden. Nou, ja, vooruit. 300? Ja, 300. Ja. 300 gulden naar de gaarkeuken. Nee, het is geen gaarkeuken, maar ik doe het. Oké, nou goed. 300 gulden. Ja.